kunst ligt op straat, wordt er wel eens gezegd. Bewoners van de wijk Orde hebben dit wel heel letterlijk genomen. Zij organiseren komend weekend een kunstroute. Schilderen, pottenbakken, airbrush en mandala. Het zijn enkele kunstvormen die de wandelaar tegenkomt op de kunstroute. Wat is een mandala? Nou, als je het heel eenvoudig wil zeggen, is het mandala betekent cirkel. Dus het is eigenlijk een tekening in een cirkel. En wat is daar zo bijzonder aan? Het beste is als je wil weten wat mandala tekenen is, wat het inhoudt. Want je komt toch woorden tekort om het uit te leggen. Dus gewoon een keer zelf doen en ervaren. En dat kan komend weekend. Anja Baas is een van de 17 kunstenaars die exposeert op de eerste Ordense kunstroute. Gijs Verhoog werkt in zijn tuinhuisje aan zijn schilderijen. De amateurschilder is initiatiefnemer van de kunstroute. Dit is het voorraadkamertje van mijn schilderijen. Ze staan wat schots en scheef, want ik heb net een expositie in Goor gehad. Dus het is één grote puinhoop. Ik zit nog eens een beetje aan de 100 in 3,5 jaar tijd, dacht ik. Nou, van Orde is er over het algemeen weinig bekend. Dus wij hebben deze kunstroute in het leven geroepen om onze wijk wat meer op de kaart te zetten. De deelnemende kunstenaars hebben allemaal deze poster voor de ramen hangen. De poster hangt ook bij Kobi Schepens en haar zoon Edwin. Moeder Schepens maakt beelden van klei. Vindt u nou niet eng om uw woning open te stellen voor het publiek? Nee, maar ik doe het dus niet in mijn huiskamer. Want ik heb witte vloerbedekking en dan als het regent, dan moet ik er niet aan denken. Dus het gaat in de garage gebeuren. En dan heeft mijn zoon ook de ruimte om met zijn airbrush. Edwin Schepens is airbrush kunstenaar. Hij zal volgend weekend ook demonstraties geven. Ja, het is vrij gevoelig werk. Je werkt met een spuitje met een hele dunne naald. Die kan van heel kleine dunne lijntjes. Hoe verder ik de knop naar achter haal, hoe groter die eigenlijk wordt. De kunst is natuurlijk vooral met portretten om zeer dunne lijntjes te gebruiken. Meer kunst is komend weekend te zien. De kunstroute start bij wijkcentrum Orca. Meer informatie vindt u op www.kunstinorden.tk.